Minister Stanley Raghubar Singh ontving op 30 mei 2024 het evaluatieverslag van de commissie BTW, die op 28 maart 2024 werd opgericht om de BTW-uitvoering te evalueren. Het rapport bevat aanbevelingen voor wetgeving, organisatie en voorlichting, met nadruk op het waarborgen van vertrouwen door tijdige BTW-restituties en investeringen in communicatie en IT-systemen. De commissie adviseert de huidige BTW-wetgeving voorlopig ongewijzigd te laten en te focussen op draagvlak en uitvoering. Raghubar Singh prees de commissie voor hun waardevolle voorstellen. De Suriname Energy Chamber, SEC, benadrukt tijdens de SEOGS 2024 het belang van milieuvriendelijke energie in de olie- en gassector. Voorzitter Orlando Ollenberg kondigt aan dat er een groen paviljoen en een rondetafelconferentie over energietransitie naar een koolstofarme economie zullen zijn. SEC introduceert ook groene certificaten waarvan de opbrengsten hernieuwbare energieprojecten zullen financieren. SEOGS bevordert samenwerking en duurzame ontwikkeling. 4 politieambtenaren zijn aangehouden op verdenking van afpersing, knevelarij, ambtsdwang en misbruik van functie. De 4e verdachte MA werd op 1 juni 2024 gearresteerd. 3 verdachten hebben eerder bekend. 1 verdachte AB is na afstemming met het Openbaar Ministerie vrijgelaten.